Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar AllTheseGamez. Vandaag ga ik verder met The Sims 3 Nachtleven, oftewel na middernacht. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet noemen, want het heet eigenlijk na middernacht. Maar ik noem het nachtleven, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar laat even weten of ik het nachtleven of na middernacht moet noemen, ik weet het niet. Eigenlijk klinkt na middernacht wel iets beter dan nachtleven. Maar oké, Kaylee is net uit bed, het is 11:30, dat is best wel laat. Maar ja, het nachtleven hè. Ze gaat even naar de wc en dan gaat ze even douchen. Zo hebben we dat allemaal gedaan. En Nero die ligt nog lekker te slapen hier zo in zijn mand. Oh, kijk hoe cute die ligt. Oh, nu niet meer. Nee, maar jongens, vandaag weer lekker Sims. Ik had dit gisteren al opgenomen. Maar, ik dacht, die is kapot. Maar wat er toen gebeurde, ik had weer de verkeerde microfoon opgenomen. En dat is de microfoon van mijn webcam. En die is zo slecht. Dat klinkt gewoon voor geen meter. Misschien hebben jullie dat wel eens gehoord in een Outlast video van mij. Heb ik dat per ongeluk ook een keertje gedaan. Maar die had ik toen wel geüpload. Nou, niet om aan te horen natuurlijk. Dus ik heb gewoon besloten om dat niet te uploaden. En dat is nu 2 keer gebeurd. Dus ik heb 2 keer geen Sims geüpload. Dus ik heb 2 keer voor niks opgenomen. En ja, ik had gisteren eigenlijk geen zin meer om weer nog een keer opnieuw te filmen. Want ik had er even genoeg van. En ik was even chagrijnig door dat het steeds gebeurde. Maar oké, ja, dit kan gebeuren. Het is gebeurd helaas. Ik ga dit bed opmaken. En er staat hier een dingetje. Spullen afgepakt, want we waren beroofd gisteren. Dus wat ik had opgenomen, maar niet heb geüpload. Er was een inbreker gekomen. Maar dat was heel raar, want we hadden geen alarmsysteem. Dus die ga ik nu gelijk neerzetten. Zo. Wat was nog meer daar? Ze kwam binnen. Ik was niet thuis. Ik was dus ergens anders. Ze liep naar deze kast. En ze ging met een dingetje iets, die spullen zeg maar weghalen. Maar ze heeft er niks weggehaald. Want ze zat op deze kast. Zat ze te sprayen zeg maar om iets mee te nemen. Maar er is niks weg. Dus ik heb geen idee wat er nou is gebeurd. Volgens mij is er gewoon niks meegenomen, maar oké, dat zal wel in ieder geval. We gaan eventjes koken vol volume 1, koken vol 1, weet ik veel hoe het heet. Ja, koken vol punt 1. Ik heb geen idee waar die vol voor staat eigenlijk, voor mijn volume of zo. Nou nee, zal wel niet, een beetje raar. In ieder geval, dit gaan we even lezen. Wat we verder voor de rest gaan doen, we kunnen nog wel lekker uitgaan natuurlijk. We moeten nog eventjes wat meer vrienden maken. Ik heb nog steeds niet echt vrienden gemaakt. Er kwam wel nog een alien gisteren. Die kwam er ook. Dat is wel jammer dat we die nu hebben gemist. Voor de rest hebben we niet echt vrienden of zo. We hebben wel gisteren deze man ontmoet. Raphael Stryker en Romeo Rake. Nou, Romeo, dat wisten jullie al. Raphael, die hebben we ontmoet in een discotheek. En daar gingen we een beetje mee praten, maar ze hebben ook niet echt een band mee of zo. Dus ja, dat is dat. Wij zijn even koken aan het leren. Dat hebben we bijna één vaardigheid. En dan vind ik het wel even goed. Zo, oké. Ik heb gewoon altijd liever even één vaardigheid, weet je wel. En dan kunnen we eventjes... weet het. Dan kunnen we de rest wel gewoon doen door activiteiten te doen. Bijvoorbeeld dus door gewoon een maaltijd te koken of zo. Of nu doe ik handigheid. Gewoon door iets te repareren kan je dat ook weer omhoog krijgen. Maar ik heb liever altijd even één niveau dingetjes. Dat het een beetje kunnen. Ik ga even kijken naar de stad wat we vandaag kunnen gaan doen. Oh, het is alweer donker joh. Het is alweer 8 uur? Nee, dat meen je niet. Nee, dat meen je niet. Jeetje. We moeten echt even een normaal ritme of zo gaan krijgen. Want het is echt erg. Ik was dus hier naar deze discotheek gegaan, naar de Sleur. Dat kunnen we op zich vandaag ook alweer doen. Want we komen in de VIP-lounges komen we er nog niet in, want we hebben geen beroemdheidspunten. Dus ik denk dat we weer naar de Sleur gaan. Ben ik gisteren ook geweest, was best wel leuk op zich. Dus ik ga zo lekker naar de Sleur. Ik had ook een reactie gekregen dat mensen de kamer te donker vonden. Dus dat ga ik eventjes voor jullie een beetje aanpassen. Of nou ja, ik ga het niet echt aanpassen. Maar ik ga even wat meer lampjes neerzetten. Gewoon hele simpele lampjes waar dat het net iets meer licht heeft of zo. Want dan is het voor jullie wat beter te zien. Dus, even kijken hoor. Even van die spotjes. Ja, deze. Kijk, zie je, dat is niet heel veel licht. Maar dat maakt toch weer wat verschil, vind ik. Zo, zetten we die hier ook even neer. En hier. Zo. Ik vind dat er hier sowieso wel eventjes 2 kunnen of zo. Nou, in deze kamer, ja, deze kamer gebruiken we niet echt, maar ik zet wel gewoon hier ook even dingen neer. De slaapkamer is wel redelijk belicht, vind ik. Toch? Ja, de kamer is wel licht genoeg. En dan hier, zo, nu zijn er iets meer lichten. Ik hoop dat jullie het nu iets beter kunnen zien allemaal. Nou, het ziet er wel iets beter uit, ja. niet echt heel veel verschil, maar iets lichter. Want ja, de meubels en zo zijn ook best wel donker, dus ik snap wel dat diegene bedoelde. Nou, we gaan stoppen met dit saaie boek lezen. Het is 20:30 alweer. Jeetje, we gaan lekker naar de sleur. Oh, dat moest ik niet doen. Naar de sleur gaan we. Ik moet trouwens ook nog steeds een auto kopen. Dat heb ik ook nog niet gedaan. Dus dat moet ik ook even binnenkort gaan doen. Maar dat is nu niet zo heel erg necessary. Oké, eigenlijk is het wel fijn, want we gaan de hele tijd met de metro. Dat duurt super lang. Maar ja, zo is leven. Oké, we zijn bijna bij de sleur. Oké. Nou, doen we natuurlijk eventjes onze feestkleding aan. Oh, er zit iemand hier te dansen. Oh yeah, dit is een coole stek. Nou, dat is mooi. Het is heel donker in deze discotheek. Oh, hier valt het al mee. Maar daar zo bij de bar wel. Outfit kiezen. Oh, ze heeft al daar dinges aan. Wie is dit? Cressida Wells. Cressida Wells eigenlijk. Ik zei Wells, maar het is Wells. Die heb ik nog nooit gezien in Bridgeport. Want ik heb heel vaak in Bridgeport zelf gespeeld. Dat heb ik jullie ook al verteld. Maar daar heb ik haar nog nooit gezien. Best wel raar dat ik nu ineens allemaal nieuwe mensen zie. Hallo. Vriendelijk. Feliciteren met afstuderen. Oh, ze is afgestudeerd. Wat leuk voor haar. Oh ja, ze heeft een diploma. Krijg nou wat. Kletsen. Carrièrevragen. Super cool dansen. Nou, we kunnen gewoon super cool gaan dansen, jongens. Oh, die zijn ook cool aan het dansen. Raphael. Oh, dat is Raphael weer. Die is weer aan het dansen, hoor. Ja, die was hier gisteren ook. En wie is dit? Aria Trill. Oh, die heeft best wel beroemdheidsdingetjes. Nou, wij zijn even vriendinnen aan het worden met Cressida. Cressida, hoe spreek je de naam eigenlijk uit? Ik heb geen idee. Hallo, Polly. Wat een leuke naam. Doet me een beetje denken aan een pollepel. Niks tegen die naam hoor, maar daar denk ik aan als ik Polly hoor. Ze is verkoopster van een kuuroordarrangement. Nou, wat leuk. We gaan samen wild dansen. Oh. Om een handtekening vragen. Oh, dat is zo, hoe heet ze? Lola Belle, ja dat wist ik. Foto met ster nemen. Richie Stryker. Jezus jongens, wat een gekhuis met beroemde mensen hier. Oh joh, hij wordt helemaal aangevallen. Tch. Nou, we gaan eventjes kennis met hem maken. Eeuw, kijk ons niet zo bitchy aan joh. Niet dat je beroemd bent betekent niet dat je me bitchy mag aan laten kijken. Of dat je me bitchy mag aankijken. Ik ken je niet, sorry. Maak indruk op me, misschien leer je mij wat beter kennen. Nou, misschien moet jij wel indruk op mij maken in plaats van ik op jou. Bitch. Nou, we gaan maar gewoon over de rijkdom praten, want over geld praten, dat werkt altijd bij die mensen. Dus dat gaan we lekker doen. Of nou ja, dat over geld praten, dat werkt bij mensen in de Sims. Ik zeg niet dat dat bij echte beroemdheden ook zo is, maar de Sims in ieder geval wel. En ik hoop dat wij nu ook wel een sterretje krijgen bij onze naam. Dus een beroemdheidspunt. Dat zou ik wel leuk vinden. En ik vind deze man ook wel leuk eigenlijk. Kunnen we misschien nog wel wat mee leren kennen. Vriendelijk en carrièrevragen. Ik ben wel benieuwd waarom die dan beroemd is. Oh, we hebben een ster. Ah, kijk, dat is wat leuk. We hebben al een beetje beroemdheid, jongens. Dat vind ik leuk. En we gaan nu ook vragen wat zijn carrière is. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Oh, hij heeft een baan als... Oh, hij is profatleet. Oh joh, kijk eens aan. Wat leuk. Nou, we gaan niet om handtekening vragen, want dan lijken we net een fangirl. En dat is niet de bedoeling. Want we willen natuurlijk een beetje band opbouwen met die jongen. Of nou ja, niet echt een band opbouwen, maar we willen een beetje, ja, vrienden worden. Dan gaan we niet een handtekening vragen. Ik ga eventjes eten bestellen. Enkele maaltijd. Of zullen we een groepsmaaltijd bestellen? Ja, dat ga ik doen. Ga ik voor iedereen ga ik pizza bestellen. Ter waarde van 80 simdollar. Jeetje, dat is duur. Toch? Ja, 80 simdollar. Oh, er staat een hotdogkraampje buiten. Wat leuk. Nou, toch ga ik pizza kopen voor iedereen. Oh, mag het niet? Oh, we mogen geen eten meer bestellen. Oh, het moet buiten nu. Nou, dan doen we het buiten. Vind ik ook goed. Bij het hotdogkraampje. Of ik weet niet wat het is. Oh, er staat ook een menulijst. Oké, ik kan het niet lezen in de Sims-taal. Oh! Een burrito, hamburger, plasma vruchtensoep. Eeuw. Oh, dat is natuurlijk voor vampieren en zo. We gaan mosselsoep eten. Eeuw, dat lijkt me heel vies. Mosselsoep. Normaal kost het 15. Ja, jij betaalt slechts 9. Oh, nou dankjewel. En dat allemaal omdat we beroemd zijn. Ik voel mij vereerd. Waar gaan we nou helemaal eten? Oh, we gaan helemaal aan tafel zitten, joh. Ik krijg nou wat, gaan we onze mosselsoep eten. Wat me overigens echt heel vies lijkt. Mosselsoep. Maar ja. Om een handtekening vragen. Ah nee, Kaylee, doe niet zo fangirl. Kaylee, doe niet zo fangirlig, joh. Nou, oké, we hebben het nu al gedaan. Laat haar maar lekker een handtekening krijgen. Ik wil vragen aan Richie of hij meegaat naar huis. Vriendelijk. Oh, dat moeten we even snel doen, anders is het uitnodigen. We gaan hem snel uitnodigen bij ons thuis, jongens. Ik hoop dat hij mee wil komen. Ja, wat leuke muziek trouwens. Nee, eigenlijk niet. Nou, we zijn gewoon keihard afgewezen. En het is ook nog een sluitingstijd. Ik ben nu niet in de stemming. Nou, dat vind ik een beetje jammer. Ik had er juist zoveel zin in. Nou, ik voel me heel erg afgewezen hoor, jongens. Dat vind ik een beetje jammer. Nou ja, in ieder geval gaan we weer lekker naar huis dan. Dat is een beetje een anticlimax. Ja. Ja, ik had gehoopt dat hij mee zou gaan. Dat we alvast een leuke avond zouden hebben met die jongen. Maar het mocht niet baten. Helaas. Wat is dit? Lekker vet. Fastfood is misschien niet de meest gezonde keuze, maar het is zo lekker. Ja. Op zich. Nou, mosselsoep is toch niet echt fastfood? Dat noem ik niet echt fastfood. Oh. Het is lummeldag. Nou, kijk eens aan, jongens. Het is lummeldag. We, niet dat wij werken of zo. Het is voor ons elke dag lummeldag. Maar dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. We hebben vandaag niet echt veel nuttigs gedaan eigenlijk, vind ik. Waar is Nero? Oh, Nero staat buiten. Oh, die ging de Sim begroeten. Ah, wat cute van hem. Wat een schatje is het toch. Oh, hij gaat ons al volgen. Ja, het is alweer 6 uur 's ochtends, jongens. En wij moeten nog gaan slapen. Dit is echt erg. Oké, ik ga proberen om gewoon even weer een normaal ritme in mijn Sim te krijgen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar ja, dat zullen we wel zien. Volgen. Nee, Nero, jij gaat even eten. Of is er geen eten? Oh, er is helemaal geen eten meer, joh. Oeh, wat erg. Ja. Rondsnuffelen. Nou, ga dat dan maar doen. Dat eten, dat doen we dan maar weer een andere keer. Wat wilt ze? Vrienden worden met Richie Stryker. Nou, dat vind ik wel een wens die beloofd mag worden. Ik hoop ook dat je vrienden wordt met Richie Stryker. Waar staat hij ook alweer? Hier zo. Nou, dat zou heel leuk zijn. We gaan alleen nog maar met mannen om. Nee, we hebben ook een vrouw als vriend gemaakt. Cressida Wells. Oh, die kende ik trouwens wel. Nu ik haar plaatje zie. Ja, ze zag alleen daar in de discotheek heel anders uit. Maar ik herken haar wel. In ieder geval, jongens, dit was natuurlijk weer de aflevering voor vandaag. Want we liggen alweer in bed en het is alweer 6:30 ochtends de volgende dag. Dat is echt erg. Maar het slaapritme komt wel weer goed. En het was vandaag niet zo'n heel lange aflevering. Maar jongens, doe natuurlijk wel een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye!